Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. We kunnen dat ook zien op de satellietfoto. De meeste bewolking nu in het oosten en noordoosten en in het zuidwesten van het land. En vooral in Zeeland zou er enkel spatje regen kunnen vallen. Na de rest van de dag blijft het grotendeels droog en zoals gezegd, dus een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 19 of 20 graden en er staat een veelal zwakke wind uit de oostelijke richtingen ook vanavond en komende nacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Halverwege de avond is de graad of 15. Komende nacht koelt het af naar 10 tot plaatselijk 5 graden en er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen vroeg lossen de nevelen mist al snel op en dan schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt 19 of 20 graden in het zuiden plaatselijk 21 en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten tot het zuidoosten. Op donderdag begint de dag met redelijk wat zon. Later komt er meer bewolking en vooral s'avonds is kans op een paar buien. Het wordt ongeveer 20 of 21 graden. Ook vrijdag nog kans op een bui, zaterdag is het weer grotendeels droog en op beide dagen schijnt de zon van tijd tot tijd bij ongeveer 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl